Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van De Hunter. Vandaag zijn we in een ander reserve. We zijn vandaag in Hirschvelden. En dan moeten we natuurlijk wel even alles veranderen. We kunnen hier jagen op reeën. We kunnen hier jagen op fazanten. Op eerlanden en op zwijnen. Dan moeten we die hebben. We kunnen ook een hond toevoegen, maar dat doen we vandaag niet. Dus let's go en we gaan kijken wat we tegenkomen. Kevin, in de Hirschvelden is gebaseerd op Europa. Dus je kunt hier ook op reeën jagen en zo, wat ik net ook al zei. Kijk, dat is de boog. En die erbij. En dan zullen we eens kijken wat we vandaag tegenkomen. Dus gaan we eerst een stukje rennen. En dan maar wachten op een call of iets dergelijks. En ik dacht, we zijn nog twee keer in Red Feeder Falls geweest. Ik dacht, laten we nou eens een keer naar een andere reserve gaan. Met andere dieren. Andere geluiden. Dus een keer heel wat anders. Het is nou 8:08 s'morgens. Dus dat betekent... Er was een ree, een mannetje. Heel goed. Dus dan moeten we daar naartoe. Zoals je al zag, dat is dus een ree. Maar het is natuurlijk Europa. Bij ons komen ook reeën voor. Dus laten we proberen of we die neer kunnen halen. We gaan niet rennen, we gaan eventjes lopen. Ik heb het puntje er neergezet. Dus laten we hem even terugcallen. Even kijken, dan moeten we, welke moeten we hebben? Die. Dit is de roadie caller. Hetzelfde geluid als de race zelf. Bijna hetzelfde geluid aan. Als het goed is, moet hij zo meteen terugcallen. Hoop ik. Dus we gaan door het bos. We kunnen wel naar de straat gaan, maar dat beest loopt natuurlijk ook steeds heen en weer. Dus we gaan mooi door het bos en hopelijk zien we hem, want hij is behoorlijk gecamoufleerd natuurlijk. Want hij is natuurlijk een soort van beestje-achtig. En het begint te regenen. Geweldig. Dus nu moeten we goed luisteren en alleen het voordeel is met regen, je kunt alles wel beter zien qua dieren. Want de dieren hebben dan een wit randje om hun leven heen. Dus... Dat is net iets makkelijker. Alleen het nadeel is, de calls die hoor je niet goed. Omdat het natuurlijk regent. Dus we moeten de hele tijd de huntermeter moeten wij in onze hand houden. En dan moeten we maar hopen dat we dat hij een call kan horen. Het begint trouwens ook wel heel hard te regenen. Goed, en we gaan proberen de ree. Gaan we proberen om met de boog neer te halen. Kijken of dat lukt. Vorige keer is dat niet helemaal gelukt zoals jullie al zagen. Dus laten we hopen dat het deze keer wel gebeurt. Zo. Ik zag hem al ergens. Ja, daar is hij. Zie je dat? Daar is hij, daar is hij. Hi, Ree. Oeps, die was wel heel mis. Zag je dat? Ik hoop dat die raak was. Ah, stom van mij. Shit, ik dacht dat ik hem... Ja, hij gaat er vandoor. Oh nee. Daar is die. Nou, dat doen we nou met een wapen. Dan pakken we hem hier neer. Hoppa. Die is neer. Het is er niet met de boog gelukt, maar... We hebben in ieder geval al één dier. Direct in het begin hebben we direct neergehaald. En kijk hoeveel punten die is. Als die 120 punten is, dan heb ik een missie voltooid. Ja, ik weet niet of dat wel echt zo is. Dus laten we kijken. Kijken of het een mooie is. Ja, het is best een mooie, denk ik. Hij scoort. 143. Missie gehaald. Hartstikke goed. Ik heb hem in de rechterlang, linkerlang en schouderblad. Kijk, mission the mystery things completed. Staat onder mijn facecam. Dat zie je daar niet helemaal, maar goed. Ga ik heel even direct even een andere missie starten. Dan zouden jullie misschien wel heel eventjes zwart beeld zien. Moet ik natuurlijk wel het wapen in de hand hebben. Dat is natuurlijk wel wat mooier. Hup. Zo. Mooi foto. Maar we hebben in ieder geval een mooi mannetjesree van 143. Dat is best goed. Ik hoor trouwens ganzen. Horen jullie dat ook? Daar een mooie windmolen. Want je kunt hier ook op ganzen jagen. Kijk, daar vliegt de hele ganzen. Zie je dat? Daar in de verte. Die kunnen we niet neerschieten, want die moeten we eerst omlaag laten halen. Want nu zijn ze veel te hoog om af te worden geschoten. Moeilijk woord.
Even kijken, daar vliegen ze met z'n allen. Maar daar heb ik een soort van setup. Dat heb ik hier neergezet. Oh, ik kan niet verder inzoomen. Dat heb ik hier neergezet. Hier is een tent. Hier staat een waterflow blind. Hier staan een paar decors. Dat, zeg maar, nep ganzen die staan daar. Dus dan kun je daar mooi gaan staan en wachten op ganzen. Alleen daar moet je heel veel geduld voor hebben. Goed, en wij gaan weer lekker verder. En als er weer een call is of iets dergelijks, dan kom ik bij jullie terug. Tot straks. Dat was dus een call van een rode vos. En het gaat ondertussen, wordt het weer droog. Dus bij het rode puntje is een rode vos. En die moeten we met ons pistool moeten we die neerhalen. Wel even callen. Dit is trouwens een heel raar geluid. Dan moet je eens luisteren. Vraag me niet waarom ze zo'n geluid maken, maar dat is dus hun geluid. Kijk, want ik kreeg de call dus op dat puntje daar. Dus misschien als we eventjes gaan kijken, dat we het misschien kunnen zien, maar ik denk er haast niet. Het is een rode vos, hè, dus het is moeilijk te zien tussen al die bosjes. Nee, ik denk dat hij achter de heuvel zit. Maar goed, we hebben nu een red deer. En als we hier bovenop staan, dan kunnen we, als het goed is, kunnen we die al zien. En je hoort weer ganzen. Die straks over ons heen vliegen. Maar goed, die laten we deze keer achterwege. Ja, we zijn nu in de bosjes. En hier is ook weer een spoor, zie ik, van een vos. Dus van de vorige vos. En ik ken dat natuurlijk al uit mijn hoofd. Even kijken. Dus dan moeten we even bij die bomen waar dat allemaal staat. Waar zijn die ganzen? Oh, dat zijn er maar drie. Oh, nou ja. Want die kunnen, zoals ik net al zei, die kunnen dus niet afschieten. Want ze veel te hoog vliegen. Ik zie hem. Zien jullie hem ook? Links. Daar. Het is dan wel een vrouwtje, maar goed. En die gaan we dus wel met de boog afschieten. En deze keer lukt het wel, hè? Dus dan wachten we heel rustig, want deze dieren zijn ook niet zo heel schuw. Alleen we moeten gewoon niet te veel bewegen. En de wind staat. Oeh, er komt er nog eentje. Er zijn dus twee vrouwtjes. Die andere zie ik. Oh, er komt er nog eentje aan. Het zijn er dus drie. Maar dan moet er ook ergens een mannetje in de buurt zijn als het goed is. Maar goed, we gaan ze nog een keer callen dat ze deze kant op komen. Kijk, daar links is er nog eentje. Daar. Dus nu heb ik ook echt iets van. Help. Daar is er nog eentje, zie je. Dus zijn er 1, 2, 3, 4, 5 red deers. Holy shit. Alleen dat mannetje ontbreekt natuurlijk weer, hè. Goed, dan moeten we dus goed kijken welke in de buurt komt. En dat is die. Of die. Welke zullen we doen? Links of rechts? Dan moeten we gewoon een. Dag. Hoppa. Kijk, deze keer is het wel gelukt, hè. Het is dan wel een vrouwtje, maar goed. Ah, ik had weer zo'n hartverzakking. Oh, god. Die was behoorlijk raak. Nou, ik heb hem dus in het lichaam, nekwervel en in de rechterlong heb ik hem. Of heb ik haar geraakt. Het is geen score, dat wist ik al. Mission easy going completed. Hé, hey, heb ik nog een missie gedaan? Ga ik daar heel even kijken hoor. Hij staat nog op pauze. Red deer. Inside man. Nee, red deer moet ik hebben. Die. Moet ik heel even die doen en die doen. Ik kom zo weer hoor. Geduld. Moeten hun twee eventjes opnieuw opstarten. Of in ieder geval het programma. En dan kan ik een nieuwe missie kan ik activeren. Zometeen. Als die laat. Nou, dan kijken we straks wel. Dan gaan we nou gewoon lekker verder. Goed. We hebben nu al twee dieren hebben we al afgeschoten. Hartstikke goed. En wel met een boog. Ja. Deze keer is het wel gelukt. Ik zei het toch. Lukt me wel.
Alleen jammer dat het een vrouwtje was in plaats van een mannetje. Maar ja, dat maakt niet uit. Hey, oh. Oh, wacht even hoor. Die moet ik hebben. Ja, edelhert vluchtend. Goed, de hunter is opgestart. Missies. Want de laatste tijd heeft hij een beetje. Heeft hij niet zo heel veel zin in. En die moet ik er wel bij houden. Red Deer Mission. De volgende missie is. First ID Red Deer Tracks. Then spot a Red Deer during the same hunt. After that ID a call of a Red Deer during the same hunt. Dus we moeten eigenlijk alles met Red Deer moeten we hebben. Dus we moeten eerst een spoor vinden. Dan moeten we er eentje spotten. En dan moeten we er eentje een call moeten we proberen te krijgen. Ja, als het goed is, zij is niet zo heel ver weg. Dan zie je wel ergens sporen, dus dat scheelt. Misschien zijn ze hier wel ergens, wie weet. Ja, kijk, zie wel. Die zijn niet zo ver. Kijk, moeten we er eerst eentje spotten. Edelhert. Nou ja, we moeten natuurlijk wel eerst die. Die. Ik krijg nog geen bericht dat het goed is. Oh, toch wel. Mission Drill Surgeon's Dog Objective First ID Red Deer Tracks Completed. Dan moeten we hem spotten. Dus dan doen we dat nog een keer. Want hier was er nog één, zag ik. Ergens. In het bosje. Maar goed, dan pakken we gewoon. Waar is die nou? Daar, ik zag hem al. Daar. Daar moeten we hem spotten. Niet weggaan. Kom hier. Ik moet jou spotten. Niet. Ja, goed. Zo blijf maar staan. Hoor je dat? Dat was een vos. Maar goed. Daar hebben we nog niet zoveel aan. Dus gaan we weer even een call doen. En dan moeten we hem weer even spotten. Ze zitten daar. Oh, waar we de stad. Zie dat? Er waren allemaal van die rare. Ik weet niet wat het is. Zal wel een bug zijn of zo. Kom op, doe spot een ding. Ja, daar had ik hem in één keer gespot. We gaan gewoon langzaam vooruit. Ik liep trouwens en ik moet natuurlijk kruipen. Ik weet niet wat die rare strepen op de achtergrond zijn hoor, daar rechts. Maar. Ze gaan weg. Nee! Ik moet daar spotten. Waarom wil dat niet? Hallo. Is er niet eentje in de buurt hier? Daar ergens. Nergens. Nergens. Zo. Dan gaan we hier wel even omhoog. En dan moeten we haar denk ik toch wel kunnen spotten, neem ik aan. Of ze is al weggelopen, dat kan natuurlijk ook. Hier is niks, geen red deer te vinden. Maar ja, daar was er wel eentje. Maar ja, ze is over de heuvel ingegaan, dus die zien we nou ook niet meer. Er zijn blaadjes. Ja, we kunnen hier wachten totdat ze weer terug komt lopen hoor. Ik weet ook niet of ze dat doet. Ik denk het eigenlijk haast niet, maar. Ga er gewoon langzamerhand, gaan we er naartoe. Misschien dat we er hier wel ergens eentje vinden. Als we er naar eentje spotten. We moeten eerst spotten en dan moeten we pas een call krijgen, dus niet andersom. Anders klopt de missie natuurlijk niet meer. Ik ben bang dat we nou heel dicht in de buurt komen. Zo. Hebben we al bijna drie missies hebben we al gedaan in één aflevering. Hoe vind je die? Oh, er rennen er eentje weg. Nou, maakt niet uit. Ik ga gewoon nog een keer callen. Kan best. Zo. Dus dan moeten we heel erg oppassen, want het kan zomaar zijn dat ze hier bovenop de heuvel staat, als wij er ook zijn. Dus ik hou de boog vast klaar.
Maar we moeten haar toch eerst zien voordat we haar kunnen sporten, dus. Ze moet hier ergens zijn. Daar was een vos. Die was in de buurt. Laten we dat gaan doen. Laten we die vos gaan proberen te pakken. En dan gaan we van ver afstand gaan we schieten. Kijken of dat lukt. Want met dit wapen kun je niet inzoomen. Dus dat is wat minder. Even kijken, moeten we even hoog staan. Kijk, hier hebben we een mooi overview. En waar zat die vos? Daar. Dus laten we eerst hem gaan spotten en daarna proberen te schieten. Hij moet dus hier ergens lopen. En die is heel moeilijk te zien, want ten eerste het is een klein beestje. En ten tweede, hij is heel goed gecamoufleerd. Maar die red deer is hier ook niet meer in de buurt, zie ik. Oh nee, dat was een blaadje. Ik dacht dat die dat was, maar dat was een blaadje. Ik vind het alleen stom dat ik die caller niet bij me heb. Maar goed, daar kom je altijd weer op het laatste moment achter. Dat is altijd zo. Ik zie geen vos hoor. Nee. Ik dacht dat ik wat hoorde lopen, maar. Ik zet even mijn eigen geluid harder hoor. Even kijken of ik hem hoor lopen. Nee. Niks. Maar daar loopt wel wat. En dat is natuurlijk weer zo'n red deer. Die van net. Dus die moeten we even spotten. Hup. Objective completed staat er zo meteen als het goed is. Die. Geen objective completed, maar goed. Kijk daar, kom ze omhoog. Gaan we nog een keer sporten kijken of die dan wel doet. Edelhert vrouwelijk. Ja, die vos zie ik ook niet meer. Dus even kijken of ze... Dan komen we weer ganzen overvliegen. Waar zijn ganzen? Oh, er zijn er maar twee, dat scheelt. Gaan we weer proberen met de boog. Want ze komt deze kant op lopen. Horen we zo meteen de voetstappen. Ja, hetzelfde. Ik wacht nou even dat ze heel iets dichterbij is. Dus en dan is het afgelopen voor haar. Kijk, dan hoor je de voetstappen. Maar ze heeft nog niks door. Kom op, lopen. Ja, ze loopt weer heel goed. Komt ie hoor. Hoppa. Ook weer vol in de nek. Zo. En hebben we toch weer een paar mooie dieren. Hebben we toch weer even afgeschoten. En deze keer met boog. Zo. Die pijlers, die is er hier dus ingegaan en is er zo doorheen gegaan. Lichaam, nekwervel 3, wervelklom 1, rechterlong, lever en darmen. Die is niet meer leven, denk ik. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van The Hunter. De volgende keer gaan we misschien weer in dit reserve of dan gaan we in een ander reserve. Laat het maar weten, lijkt me hartstikke leuk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van The Hunter. Als jullie dit een leuke video vonden, doe even een duimpje omhoog voor mij. Lijkt me hartstikke leuk als jullie dat willen doen. En dan gaan we de volgende keer gewoon weer lekker verder met het jagen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!